Dag dames en heren, welkom bij het energieweerbericht van Weerplaza. We kijken eerst even terug op afgelopen week. We hebben een uh, natuurlijk een prachtige zomerse week achter de rug met veel zonneschijn. Vaak rustig weer, weinig wind. En dat zien we ook in de opbrengsten van de afgelopen 7 tot 8 dagen. Komende week ja, draait dat eigenlijk precies om. Want we krijgen met veel wisselvalliger weer te maken. En vooral de wind gaat flink in kracht toenemen. Dat merken we vandaag al een beetje buiten. Maar met name morgen. Woensdag en ook vrijdag waait het echt stevig. Aan de kust af en toe zelfs stormachtig, met een windkracht 8. En dat levert overal deze week gigantische windopbrengsten op. De zonneschijn, ja, daar zullen we wat minder mee moeten doen deze week. Ongeveer de helft ten opzichte van vorige week, al zitten er zeker wel een paar mooie dagen tussen. Met name woensdag is zo'n dag waarin de zon best wel behoorlijk wat uurtjes kan maken. We hebben deze week te maken met een lage drukgebied dat ligt ten noorden van Schotland. Blijft daar voorlopig een beetje rondtollen als het ware, wordt door de ene, door de ander opgevolgd. Af en toe passeert dan zo'n band met bewolking en wat regen, maar er zijn ook zeker dagen waarop het overwegend droog is met dus meer ruimte voor de zon. Nou, de gelijke lijntjes van gelijke luchtdruk, dat zijn die witte lijntjes, ook wel de isobaren genoemd, die liggen vaak dicht bij elkaar, betekent veel wind. Vooral dus de eerder genoemde dagen. En dan gaan we ook even kijken op deze kaartjes. Met name morgen en ook woensdag waait het van tijd tot tijd stevig. Vooral in de kustgebieden dus en in het noorden en noordwesten van het land. Veel windopbrengst de komende dagen. Van tijd tot tijd de windkracht 7 tot 8 uit een west tot zuidwestelijke richting. En daarbij kunnen ook nog eens zware windstoten voorkomen tot zo'n 80 km per uur. Nou, boven land is dat allemaal over het algemeen wat minder. Maar ook daar waait het stevig met kracht 4 tot 5. Qua zonneschijn ja, moeten we niet te veel verwachten, met name morgen wordt een best sombere dag op veel plaatsen met overwegend bewolkt weer. Woensdag is over het algemeen iets beter, met uitzondering van het noorden en noordwesten daar nog steeds veel bewolking. De dagen daarna wordt het weertype iets opener, vooral vanaf vrijdag. Dan, wordt, dan valt de neerslag wat vaker als buien, dat betekent ook dat tussendoor de zon meer tevoorschijn komt. En qua wind verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Het blijft over het algemeen vrij stevig waaien de komende dagen. En dat geldt ook voor het weekend. Nou, als we dan een tip moeten geven, profiteer van die wind, vooral woensdag wanneer het droog is buiten, door bijvoorbeeld je was buiten te hangen. Ik wens je nog een mooie dag.